Hallo allemaal! Nou, met dit tevel gebracht en ook even wat algemene dingen. Zo heb ik een challenge op Glassboard gezet voor de gekke selfie. En of je die wil sturen naar de groepsapp of via de mail naar mij. Zorg ik dat die bij Evie komt, kan Evie een winnaar kiezen en in haar YouTube filmpje bekendmaken. Tenminste, als Evie dat leuk vindt. Anders moet Evie even reageren hieronder, dan doe ik het lekker zelf. Ook geen probleem hoor, maar leek me leuk voor jou. Ik heb ook nog wat andere algemene dingen over het werk. Zo zag ik al kinderen heel goed bezig op Junior Einstein. Ik heb al iemand met 153 vragen beantwoord. Iemand die gisteren bijna een uur lang bezig is geweest. Hartstikke goed. Dat hoeft niet per se. We verwachten ongeveer 20 minuten per dag. Natuurlijk mag je meer, maar... Wat verwachten we nou eigenlijk precies qua tijd? We verwachten dat je ongeveer 2 uur bezig bent met je taken. En dat is ongeveer 1/2 uur tot 3 kwartier voor rekenen. Vind je rekenen nou heel lastig? Doe dan eventjes van alle sommen een beetje. Dat je in ieder geval van meerdere dingen wat hebt geoefend. Voor begrijpend lezen 1/2 uur, voor spelling 20 tot 30 minuten, voor taal ook zoiets. En dan staan er natuurlijk onderaan je lijst nog die dingen, die algemene dingen die we dagelijks van je verwachten. En dat is ook bij elkaar 1/2 uurtje. Dus dan ben je zo rond 2 uur, 2,5 uur bezig. En natuurlijk leer je ook op hele andere manieren dingen. Hè? Als je in de tuin gaat werken, als je gaat koken, als je... gaat oppassen of als je met technische dingen bezig bent, creatieve dingen of als je YouTube filmpjes maakt, leer je ook een hoop van. Dus wees niet bang dat je niks leert. Alleen probeer je wel aan die 2 uur te houden. Dat zou fijn zijn. Hou jezelf lerende. En we hebben gehoord dat de IEP-toets niet doorgaat. Nou, dat haalt wel een beetje druk van de ketel, hè? Dat wil niet zeggen dat we de opgave van de IEP niet meer gaan doen. Die gaan we even goed nog wel doen. Want het zijn wel belangrijke opgaven om even een keer te hebben gedaan en gezien. Alleen ligt er even wat minder druk op. Even kijken, er was nog een vraag over taken. Daarmee bedoelen we echte rekentaken die je normaal ook in je weektaak doet. Dus normaal maak je in je takenschrift voor rekenen opgaven. Nu dus ook, alleen je hebt nu een gekopieerde versie van je takenboek. Als het nou niet zo is of als je nog vragen erover hebt, nou, stuur eventjes een vraagje hieronder. Of via Glassboard mag ook hoor. Morgen ben ik op school, dan kan ik het ook echt even laten zien. Als het nog steeds niet helemaal helder is. Heb ik nog andere dingen? Nou, eigenlijk niet. Gaan we gewoon met de dictée beginnen. Net als bij meester Lars. Zet hem even op pauze tussen de woorden door. Dan kun je ze even rustig opschrijven. En aan het eind laat ik de woorden even zien. Noem ik even wat categorieën daarbij. En dan hebben jullie dat ook weer gedaan. Komt het eerste woord. Oh, heb je je schriftje wel klaar liggen en een pen? Tuurlijk hebben jullie dat. En anders is het heel verrassend. En dat is tegelijk ook het eerste woord. Verrassend. Het tweede woord, eigenlijk twee woorden zijn het. Wij creëren. En het derde woord is het affiche. Gaan we naar de zinnen. De meester verandert de rollen. Natuurlijk altijd even terugspoelen als de zin te snel gaat. En de laatste zin lees ik even voor. De hele familie wordt uitgenodigd voor de afscheidsmusical in het theatertje. Zo, dat waren ze. Ik ga hem even omdraaien en dan hoop ik dat jullie het goed kunnen zien, want ik heb hem alleen digitaal. Komt-ie. Als het goed is, zie je nu. Het woord verrassend. 2 keer klankgroepie, je hoort een korte klank. Krijg je die dubbele medeklinken. Wij creëren. Tremawoord. Affiche. Weer een klankgroepenwoord. Korte klank. En chefwoord. De meester verandert de rollen.
De meester is naar hij natuurlijk. Hij vorm, dus die T achter veranderen. En rollen natuurlijk met dubbel L. En ik hoop niet dat hij dat gaat doen, de rollen veranderen. Want ik vind de rollen die jullie in de musical hebben prima bij jullie passen. Dan de derde zin. De hele familie wordt uitgenodigd voor de afscheidsmusical in het theatertje. Afscheidsmusical zit natuurlijk een stukje leenwoord in. Kijk even goed hoe je het schrijft. En dan zou ik zeggen adios, tot de volgende keer maar weer.